Op woensdag 23 oktober besprak de Raad de bezuinigingsvoorstellen voor 2025 vanuit het college. Door veranderingen in het gemeentefonds kwam het college plotseling voor een groter tekort te staan dan verwacht. Er zijn onverwachte tekorten ontstaan in 2025. Om hoeveel tekorten gaat dat? We hadden bij de, wat wij dan noemen, de voorjaarsnota een tekort ingeschat van 4,4. Daar hebben we ook bezuinigingsvoorstellen voor geschreven. Dat is vanavond aan de orde geweest. En vervolgens kwam er nog tussen de voorjaarsnota en een periode van pakweg 2 maanden... en ook nog in het zomerreces, nog weer meer tekorten door allerlei rijksmaatregelen die er niet voor leven, waar we dus 7, nog wat miljoen moeten bezuinigen. Ja, ja, voor 2025. 25, ja. Ja, precies. Er kwam wat kritiek op de bezuinigingsvoorstellen. Gebrek aan onderbouwing, gebrek aan visie. Het college antwoordde er eigenlijk op van ja, we moesten snel handelen omdat het onverwachts kwam. Kunt u dat toelichten? Nou, het komt erop neer dat wij bij de najaarsnota vaststelden dat we het tekort hadden. Dat betekent dat we vlak voor de zomerreces ambtelijk moesten uitzetten van wat zijn de mogelijkheden om de dekking te doen. Dat doen we altijd. Wordt ambtenaren gevraagd mee te denken. Die gaan daar in verschillende disciplines van domeinen tot en met nog wat kijken van waar kan het bezuinigd worden. Die voorstellen worden een college gegeven. Het college gaat vervolgens keuze maken. Bijvoorbeeld hondenbelasting invoeren, dat is onzin, dat gaan we niet meer doen. Althans, dat vinden wij. De raad heeft er ook kennis van kunnen nemen. Dus we hebben een schala van voorstellen gedaan. Ja, er wordt vanavond over gediscussieerd en ik kan me heel goed voorstellen de opmerkingen die gemaakt worden. Want het moest natuurlijk onder tijdsdruk moeten wij met voorstellen komen. Dan heb je natuurlijk, onmogelijk is het dan om participatie, om een voorbeeld te noemen, vanavond geweest. Of een betere onderbouwing, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Onder tijdsdruk gemaakt, toch even ingaan op de voorstellen. Wat zijn de belangrijkste bezuinigingsvoorstellen? Nou ja, het is een scala van, je hebt gezien dat meer dan 44 maatregelen, waar de burgemeester nog toelicht vanuit haar portefeuille, dat een groot deel, 1,3 miljoen uit het personeelpotje moet komen, maar te zeggen. Nader onderbouwing moet nog plaatsvinden, dat was ook terecht dat de raad ernaar vroeg. En ja, verder is een scala, je ziet heel veel bezuinigen, met name op sociaal domein, waar het mogelijk is. En ook bij openbare werken, waar ik dan verantwoordelijk voor ben, BOR. Met name in het buitengebied aan groenonderhoud en dat soort zaken. Waar we door bijvoorbeeld minder dure planten te gebruiken, in plaats van grote bomen te kopen, wat kleinere planten kopen. Ja, bezuinigingen te realiseren en toch de kwaliteit overeind te houden. U sprak over andere verdeelsleutel van het gemeentefonds. Dat is sinds 2023 van kracht. En dat de gemeente Midden-Groningen er toch wat bekaaid afkomt. Hoe komt dat? Dat weet ik niet, maar het komt erop neer dat zeg maar, een groot aantal factoren, dat noemen we dan maatstaven, voor onze gemeente heel negatief uitvalt. De details daarvan kan ik niet. Het betekent wel dat wij vanaf 24 al rekening houden met een korting op gemeentefonds van 1,7 miljoen. Die is al verwerkt, maar dat heeft wel invloed op onze begroting. Net als de gemeente Westerkwartier, bijvoorbeeld de stad Groningen, wij zijn fel rood en de stad Groningen groen. Dan wordt het heel moeilijk natuurlijk met collega's gemeenten om te zeggen van willen jullie wel inleveren ten behoeve van ons. Wat wij wel via het VNG pleidooi verhouden, jongens, die verdeling klopt niet. Dat betekent gewoon dat niks aantal gemeentes moeten dokken voor de gemeentes die er meer bij krijgen. Dus. En er wordt een onderzoek naar gedaan, diverse commissies zijn daarmee bezig. In mei heb ik begrepen, volgend jaar komen daar en dan hoop ik dat we van die 1,7 iets terug kunnen krijgen. Ook de stijging van de WOZ-waardes van de woning had een negatieve impact op wat de gemeente Midden-Groningen uit het gemeentefonds kreeg, correct? Ja, dat betekent gewoon de WOZ-waarden tellen mee zeg maar, bij je belastingscapaciteit. En ze rekenen dus uit als je zulke hoge WOZ-waarden hebt, kun je ook meer OZB binnenhalen, simpel vertaald. Dat gaan we niet doen. Maar dat betekent wel dat ze daardoor wel een korting nog was op je uitkering geven. En dat, tot onze verrassing was dat bijna 1 miljoen. Ja, het kwam verrassend, zei u. Ja, wij waren dat, ik bedoel, als we dat voor die tijd hadden geweten, dat als die WOZ-waarden invloed hadden, zodanig grote invloed hadden op gemeentefonds, hadden we dat natuurlijk ook vroegtijdig gemeld. Ik kreeg 14 dagen of 3 weken terug te horen dat de gevolgen daarvan waren bij de septembercirculaire. Vanavond werd de najaarsnota 2024 besproken en de bezuinigingsvoorstellen voor 2025, want er zijn tekorten. Er kwam redelijk wat kritiek vanuit de raad en ik wil jullie vragen wat was vanuit de PvdA allereerst de voornaamste punten van kritiek? Nou in ieder geval ook gewoon hele kleine bezuinigingen die best wel veel impact kunnen hebben op mensen. Ik denk ja,
Nou, bijvoorbeeld bij Groen, je ziet hele kleine bezuinigingen. Maar aan de andere kant vragen ze ook tonnen extra. Het staat niet helemaal tot elkaar in verband, vind ik. Onoverdacht. In ieder geval niet goed onderbouwd. Nee. Daar hebben wij ook om gevraagd om een impactanalyse toe te voegen. Ook op de verwijzing naar een eerder vergelijkbaar traject in de vorige periode. Waar het college bij alle maatregelen ook had beschreven wat daar dan de impact van zou zijn. Wat levert het op en wat kost het ons, financieel of maatschappelijk? En vinden we dat wenselijk? Op die manier kun je die discussie met elkaar veel beter voeren dan zoals het nu voorligt. Alleen de maatregel en een bedrag wat erop bezuinigd wordt. Ja, want kopjes koffie voor vrijwilligers wordt heel uitgebreid toegelicht. Dat is een bezuiniging van, nou, ik weet niet meer wat het was, 1000, 2000 euro. Maar een bezuiniging... 10.000. Oh, toch wel? Ja. Ach. Maar een bezuiniging van 9 ton, zeg maar, wordt niet echt toegelicht. Gewoon één regel. We gaan bezuinigen op personeel. Ja, en dan? Wat betekent dat? Ja, dat... Ja. Want wat waren nou de voornaamste, wat waren de belangrijkste bezuinigingsvoorstellen? Nou, als je het hebt over de belangrijkste financieel, dan zit het toch wel voor een deel op het sociaal domein. En voor een groot deel op personeel en bedrijfsvoering. Ja. Ja. Hebben die kleine bezuinigingen van een paar duizend op maatschappelijke activiteiten dan zin? Nou ja, zoals de heer Offerijns gaf aan, totaal is het toch wel een ton. Maar dan denk ik, ja, maar we hebben een plus. Er zit een plus in de begroting, juist van 3 miljoen bijvoorbeeld op jeugdzorg. En dan denk ik, ja, die verhoudingen zijn gewoon zoek. Want dan gaan we bijvoorbeeld bezuinigen op dat mensen hun rollator niet meer mee mogen nemen in de taxi. Ja, maar dan word je met de taxi ergens heen gebracht en dan heb je geen rollator bij je. Dat gaat maar om een kleine groep van onze inwoners, maar wel inwoners die waar dat heel belangrijk voor is. Nou gaf het college eigenlijk ook toe van onderbouwingen ontbreken, moeten nog komen. We hebben onder tijdsdruk moeten handelen. Binnen het kader van die tijdsdruk, begrijpen jullie de keuzes die het college heeft gemaakt? Of moet het eigenlijk gewoon helemaal van tafel zoals het er nu ligt? Ik vind de tijdsdruk een gezocht argument. We weten dit eigenlijk al best wel lang. Dus dit had gewoon veel beter voorbereid kunnen worden. En de raad had hier ook veel beter in meegenomen kunnen worden. Ja. Daar ben ik het mee eens. Om het dan gelijk van tafel te vegen, dat gaat mij weer te ver. Hè. Een van de partijen zei al, we horen mensen muurtjes bouwen. Wij zijn er niet voor om muurtjes te bouwen, om voorstellen tegen te houden. Maar wel om ze te beoordelen. En daar hoort een goede onderbouwing bij. Dus ja, daar kan ik eigenlijk pas iets op antwoorden als we ook die... verdere toelichting, onderbouwing bij hebben. Is er nog kans dat er grote wijzigingen worden aangebracht in de bezuinigingsvoorstellen? Die vind ik lastig om te beantwoorden. Want wanneer wordt het besproken nu? Het is als bespreekstuk door naar de volgende raadsvergadering. Ja, wanneer wordt het besproken? Dat is op 7 november. En de beantwoording met de verdere toelichting, die krijgen we niet deze week, maar volgende week vrijdag. Dat is op kort dag. 1 november, ja. Ja, dus het is inderdaad even, hè, dan hebben we een weekend om de beantwoording te beoordelen. En ook om te bedenken of we naar aanleiding daarvan nog andere voorstellen willen indienen richting de begroting. Ik denk wel dat wij een paar voorstellen gaan maken. Maar goed, hoe die er precies uitzien, dat kunnen we dus pas zeggen na de beantwoording. Ja, want we hebben gewoon best wel veel vragen met elkaar allemaal gesteld. Waar we nog antwoord op moeten hebben. En daar, ja. Dus het wordt een avond van amendementen, 7 november. Dat denk ik wel. Ja.